Dit zijn de vier mannen die vanmorgen... keihard hebben gewonnen. Ja, keihard hebben gewonnen. Hoe gaan we het aanpakken om die dames toch te verslaan straks? Nou, we gaan beginnen met bovenhandse techniek. Als de bal dan komt, dan zorg je ervoor dat de bal precies in je driehoekje is. Wie is dat? Je vriend. Oh, zo. Dus ik gooi hem en dan... ik speel hem. Ja, dat is hem. Perfect. Goed. Wat ik zie is dat de bal heel snel gespeeld wordt. Ja. Dus je moet elkaar tijd geven en dat doe je door de bal hoger te spelen. Oh ja. Weet iemand van jullie wat onderhands is? Nou, bij volleybal dan werkt hij zo. Heel goed. Dat heeft hij gezegd. Eerst je ene hand naar voren, dan je andere hand naar voren. Die leg je op elkaar. Ja. Heel goed. Duimen naar binnen. Als een pistool. Nee. Zo krijg je namelijk een mooi plankje waar je de bal mee kan spelen. Maar waar moet je de bal op spelen? Hier? Nee, je speelt hem dus met het plankje. Niet met je handen, maar hier. Pijnlijk. Het is pijnlijk, ja, ja, ja. Het is een beetje pijnlijk. Ah. Oh, oh. We gaan vanaf de blauwe lijn gaan we serveren. Ook deze bal raak je niet op je hand. Maar op je arm. Ik wil die spanning voelen. Yes, dat is goed. Als je dat niet hebt, dan kom je geen meter ver. Maar als je wel spanning hebt, dan kan je helemaal daarheen serveren. Kijk! Dat is hem. Goed. Yes. Yes. Voor je het, hè? Kijk. Hoppatee. Kijk. Wie? Ja, eronder. Ah! Oh. Het is ook belangrijk met volleybal dat je communiceert. Stel, de bal komt recht in het midden. Dan ga je niet met z'n allen naar elkaar staan kijken van ja, wie gaat voor die bal. Ik zou ervoor kiezen om altijd te zeggen, ik pak hem. Dat is het meest duidelijk. Ik! Wie wil er lekker chocolaatje? Ik, hè? Nou, kijk eens hoe goed jullie ik kunnen zeggen. Kunnen we dat wel? Ik. Goed. Een ander open. Oh, bijna, bijna. Goed. Heel goed. Anna, hoe gaat de finale eruit zien? We gaan een potje spelen tot de 6. Dus wie als eerst bij de 6 punten is, heeft gewonnen en wint dus deze beker. En we hebben ook een scheidsrechter. Ja. Hoe werkt het eigenlijk met de puntentelling? Ja, eigenlijk alles is een punt. Dus als je binnen de lijnen speelt, is het een punt. Speel je buiten de lijnen, is het een punt voor de tegenstander. Oh, okay. Goed eronder komen. Zo. Oeh, ja! Ja! Yeah! Oh, we zagen het net al. Gaat goed. Ja. Goed. Ja. En eronder nog. Eén. Ja! Ja! Hey, is goed. Niks aan de hand. Hou die foto vast. Oh, je is niet erg. Blijven, gewoon deze keer. Yes. Goed! Ja, ja. Oh, ja. Ja. Goed zo. Doordraaien, jongens, doordraaien. En serveren. Yes. Ja. Oh, return. Ja. Oh. Lekker, hè? Mooi, dames. We hebben heel goed gespeeld. Rust. Ja. Goed. Met z'n allen nog 1. Jammer. Ging net ook goed, Tara. Gaat gewoon goed komen. Ja, dat kan jij. Hoppatee. Niks aan de hand, niks aan de hand. En weer een plekje door, en weer een plekje door. Wel blijven praten wie de bal pakt. Lopen in. Nou jongens, let op. Daar komt hij, let op de bal.